Ik ben toch geen plant die maar staat te staan? Een hoorspel van Dick Walda, regie Ab Leupler. Ik ben toen wel na het spreekuur geweest. Het was helemaal vol met mensen, daar heb ik 2 uur gezeten. En toen ik bijna aan de beurt was, toen ben ik weggegaan. Zo, zullen we maar 4 neerzetten? Vlak voordat ik aan de beurt was. En wat mag deze C voor u betekenen? Ik ben nog niet aangekleed. Ik loop nog in mijn penoir. Ik ga laat naar bed. Dozen vol valium slik ik. Wat zijn de klachten? Ik kan niet slapen. Nee, ik bedoel, wat zijn de klachten waarvoor u mij hebt laten komen? Verstopt toilet, lekkage, afgewaaide tv-antenne, mevrouw, u zet het maar. Ik kom tot niks. Kijk, die bloemen van de vorige week, die staan er nog steeds. Had al lang weggemoeten. Ik laat ze gewoon in de vaas wegroppen. Ik bedoel maar... Zeg, stil eens even. Wat hoor ik nou? Ik zou het niet weten. Dat getik. Dat is mijn klok, die tik. En waarom zet u daar een klok neer? Nee, dat wil ik niet hebben. Dit is service van de zaak, mevrouw. Dit is in uw voordeel. Ik kan u precies zien hoeveel de te verrichten reparaties hier gaan kosten. Ja, er zijn ook firma's die zonder klok werken. Maar wij van de SSC zijn eerlijk. U ziet het zelf, zeg ik maar. Nee, ik wil dat getik niet in mijn huis. Ja, maar kijk eens, als hij niet tikt, dan loopt hij niet meer van. Nee, dan loopt hij maar niet. Maar ik wil geen getik in mijn huis. Nee, dan kan u beter zien hoe lang ik hier bezig ben, hè? En hoeveel u dat gaat kosten? Hier, die meter, ziet u wel? Die geeft het juiste bedrag. Dat kan me niet schelen. Ik wil geen getik. Hey, ik kan u echt niet volgen. Ja, zeg een beetje de baas over me spelen, hè? Je lijkt Wouter wel. Zet af die klok, verdomme. Ik zet die klok af. Dat is geen punt van mij. En dan reken je maar gewoon af, zonder getik. Een beetje de baas over me spelen, dat deed Wouter ook altijd. Kan hij nou over die meid doen waar hij mee hokt? Mag ik dan nou weten wat de klachten zijn? Ja, de televisie. Die bibbert. De hele avond. De hele avond bibberen. Ik krijg er de zenuwen van. Ik krijg trouwens overal de zenuwen van. Nou, gaan we toch gauw eventjes wat aan doen. Zo. Mooi toestel heb ik. Klasse. Oh, de zenuwen. Ach, het is zo afgelopen, de bibberen. Een kwestie van een oud onderdeel, mevrouw. Dat, Noem maar wij zouden echt figureren. En dat gaan we nou eens eventjes rap voor u in orde maken. Hoe vindt u mijn uitzicht? Ah, niet gek, hè? Maar wel hoog. Ja, 12e etage. Wouter wou niet op de 13e. Bijgeloof. Zo. Even het testbed aanzetten. Hij zei altijd,
Op zondag, bij mooi weer, kun je van hier uit Engeland zien. Ah, ja? Ja. Dat was een vaste grap. Dat zei hij altijd als er mensen op bezoek kwamen. En nou zeg ik het. Ja. Dus nou zeg ik... Op zondag, bij mooi weer, dan kun je van hier uit Engeland zien. Waarom zegt u nou niks? Ik ben even bezig. Ja, maar u moet zeggen... Nee, ik bedoel... U moet reageren. Ja, ja, natuurlijk. Kom van mevrouw. Nou, dan ga ik nog eens. Op zondag, bij mooi weer, dan kun je van hier uit Engeland zien. Niet te gewoon lang. Ja, heus. Als je op het balkon gaat staan, tenminste. Is niet waar. Dat is echt wel leuk voor u, mevrouw. Ja, kijk... Dat is een aardige reactie. Zeg, nou eens eerst even die knoppen bijstellen, want die staan helemaal verkeerd. Ik krijg schilfers in mijn hals. Ik denk dat het eczeem is van de zenuwen. De schilfertjes. Net een vis. Dat is een schubber. Wat? Nou, wat een vis, hè. Dat is een schubber. Hoezo? Nou, u zei net schilfers, net een vis. Ja. Maar het zijn schubben. Oh ja? Jij moet je niet overal mee bemoeien, weet je dat? Alles beter weten. Je lijkt Wouter wel, die wist ook alles beter. Om mij te pesten, hè, vroeg hij bijvoorbeeld als er veel visite was, wat ik nou wel wist van de ontwikkeling op het gebied van computers. Dan zat ik voor schut. Ging ik er een boek over kopen of naar de televisie kijken? Ja, er was zo'n uitzending. Hoe wordt ik de computer de baas? Maar als ik dan alles van de computers wist, dan had hij weer een ander geintje. Ja... Wouter weet alles. Alles. Het is net een wandelende encyclopedie. Heeft een fotografisch geheugen. Ik werkte bij een krant op de redactie. Hij liep me wekenlang achterna. De rozen die hij stuurde, nou die kunnen niet in deze kamer. En wat doe je nou tegen zoveel rozen? Daar heb je toch geen wapen tegen? Ik denk dat ik het heb. Jij wel. Ja, dat zal dat zijn. Ach, natuurlijk niet. Je gaat je eraan vastklampen, hè? Aan die attenties. Daar leef je op. Het streelt je, het is... Ik bedoel de tv. Er is niks aan de hand. Gewoon een kwestie van de knoppen goed bijstellen. Ik heb ze nou allemaal goed staan. Ach, kijk er even. Oh. Het beeld bibbert niet meer. Ja, dat bedoel ik dan maar. Ik heb de knoppen bijgezet. Verder niks aan de hand. Nou, dat is reuze fijn. Kan ik tenminste 's avonds weer kijken. Zo. Ja. Ik denk dat ik hem tegen de kerst neem. Ik had eerst met de wereldkampioenschap te doen, maar toen is er niet van gekomen. Ik heb de laatste tijd helemaal niet gekeken. En niks. Ik lag maar op bed. Ik wist me geen raad. Ja. Die natuurfilms die zijn prachtig. Gewoon met kleuren. Ah, ik doe het ook voor de kleine meid. Die kijkt naar bij de buren. Ja, wij hebben wel zwart-wit natuurlijk, maar geen kleuren. Bent u getrouwd? Ja, ja. Ik ben er 9 jaar. Maar, tijd zal er werk gelopen. Kom met de bouw. Maar hey, ik heb wel de graag geknutseld. Mijn vrouw zegt altijd, wat je ogen zien, dat maken je handen. Ik heb op ballet gezeten. 3 jaar. Ja. Nou, ik ben veel te laat begonnen, dus het kon nooit een stervende zwaan worden. Maar het is wel goed voor je conditie, hoor. Ja, dat wil ik wel geloven. Mevrouw, heb je nog andere klachten, anders ben ik zo vertrokken. Ik heb nergens, hè. Nergens heb ik zin in. Alleen maar met een boek op bed liggen. Noortje is een kennis van me. Die komt 1 keer per week, 's middags, na haar werk. En dan praten we wat. Ach, we drinken er wat bij. Als ik Noortje niet had, dan wist ik het helemaal niet meer. Het gebeurde zomaar opeens, hè. Van de ene dag op de andere. Nou, ik wist al een tijdje dat er wat gaande was, mevrouw. Natuurlijk. Laten we het kort houden, de klok klopt door. Echt nee, is waar ook, de klok klopt niet door. Je hebt hem zelf stilgezet. Ja, ja, maar ik moet straks toch gaan schrijven. Oh, dat kan me niks schelen.
Ach, ga nou even zitten, hè? Misschien wil je wat drinken. Een glaasje bier? Nou ja, kijk eens. Een pilsie gaat er altijd wel in. Dat riep Wouter ook altijd als hij thuis kwam. Blij met bier in blik. Zeker van de reclame afgekeken. Er is toch zo'n mens die dat zegt? Ja. Met zo'n hele kast vol blikjes bier. En ze zegt ook, van mij mag het weekend nou beginnen. Nou, van mij mag het weekend nooit beginnen. Want dat vind ik het allerergste, hè? Dan gaat Noortje met de man naar buiten en dan zit ik hier maar. Als hij me nou maar eens een keer zou opbellen, hè? Alleen maar opbelden. Maar niks. Helemaal niks. Ik zit maar bij die telefoon te wachten. En op het laatst, ja. Als je wat gedronken hebt, dan ga je vreemde mensen opbellen. Kennissen en vrienden van hem. Om te vragen of ze wat van hem weten. Ze weten niks. Ja, of ze doen net of ze niks weten. De tijd vergelijkt. Ja, en na de zaterdag komt de zondag. Het is ook een lange dag. Eigenlijk nog veel langer. Ik zal maar weer eens buitenshuis gaan werken. Oh ja. Ja, ik zou even een pilsje pakken. Zo. Hier ben ik weer. Ja. Je zou nog zeggen wat er nog meer niet in orde is. Oh ja. Ik vind het zo leuk dat ik zomaar iemand heb om tegen te praten. Oeh. Eens kijken, de kraan. Ja, daar moet een nieuw leertje in en hier. Moet je eens kijken wat er hiervan over is. Oeh, dat is flink gedrukt, hè. Speeldeus, hè? Ja, meegebracht uit Venetië. We waren met vakantie, Wouter en ik. We kregen ruzie. En hij gooide met dit doosje. Ja, ik had eerst gegooid, hoor. Een vaas. En hij kwakte toen dit naar me toe. Ik bukte nog net op tijd. Kunt u het repareren? Proost, sir. Zal ik zeggen? De SSC is nou niet direct voor dat soort dingen. Nou ja, moet ik eens rustig bekijken. Maar ja, dat kan nou niet. Daar gaat er wel tijd in zitten. Ze heet Lieselotte. Nou ja. Weet je dat geen rotnaam? Och, Lieselotte. Ik weet niet. Is dat ook niet iemand van de televisie? Nou, ze is beslist niet van de televisie. Een kind van 18 jaar. Wat een rotnaam, hè? Ah, Pils, is lekker. Ah, lekker koud. Oh, ik vind het een rotnaam. Een afschuwelijke rotnaam. 18 jaar is ze. Kan niet eens koffie zetten, wel huizen kraken. Wouter woont nou bij erin. In een gekraakt huis. Dat zal hij verrekken van de pijn in zijn lendenen. Op zijn proletenbed slapen. Je kent het wel. Elke avond in de stad eten. Ah, dat smaakt. Ach, dat is leuk voor een keer. Maar niet elke avond. 18 jaar is ze. Ik merkte al een tijdje dat er wat was, hoor. Hij was onrustig. Liep heen en weer. Steeds de telefoon grijpen als hij ging. Was zeker bang dat ik er wat van zou merken. Kwam ze aan de telefoon. Hij zijn agenda pakken. Maakte een afspraak. Haar met u aanspreken. Ongemakkelijk liegen, ach. Je kent het wel. Tje, het is niet allemaal rozengeur, maneschijn. Nee, mij nou. Ik ben anderhalf jaar werkloos geweest. Ik zat in de bouw, een stuk erdoor. Ach, je denkt toch, ze zitten om stukken door te springen. Nou, missen. Ik heb nog in Duitsland geprobeerd, maar ja, dat is toch niet mijn land, hè? Dat doen we, nee. Toen kwam ik bij de SSC. De mooie tanden heb je. Allemaal nog echt? Wie is er maar wachten? Ik heet Liesbeth, hoor. Zitten zo gezellig te praten. Nou, je bent thuis niet welkom, hè. Dus je gaat wat rommelen. Ik heb een abonnement genomen op het Rijksmuseum. Maar ik kom op een paar keer in de week. Ik mag graag knutselen. Zijkanten. We hebben een zeilboot nagebouwd. Uit 1756. Goh.
Mevrouw zegt altijd, wat je ogen zien, dat maken je handen. Dat is fijn, hè? Ja, ja. Ja, die poot is even goed mooi geworden. Ik bedoel, ondanks het feit dat je je rotter voelt. Je zoekt een ritme. Je wil het om handen hebben. Maar zien wij weglopen, dat ligt me niet. Je voelt je een grote lul, dus je bent uitgeteld. Lijkt me afschuwelijk. Straks zou het worden. Over de straat schuifelen. Of je in elkaar laat rijden. Het paardenhuis in Soest. Daar is heen. Waarheen? Paardenhuis in Soest. Ook wel een artist. Ja, zitten jouw mensen s'morgens om 9 uur al klaar, hoor. Ik krijg een bolletje. S'morgens. Gratis voor niks. Hoe heet jij eigenlijk? Toos. Toos, ik ben overkomen. Dat riep mijn moeder altijd. Hoe vind je mijn flat? Vrachtflat. Hoeveel kamers? 4-kamerflat. In de slaapkamer staat een 3-persoonsbed. Ik verdwaal er bijna in. Ja, prachtflat. Zeker overal kamerbreed tapijt. Ja, natuurlijk. Ja. Zeurt mijn vrouw met de kop gek om. Staat bovenaan de verlanglijstje. Wat? Kamerbreed tapijt. Heeft ze daar dan een lijstje van? Oh, wat dacht je dan? Eén staat kamerbreed tapijt. Nummer 2, kleurentelevisie. En 3, caravan. Kun je dat dan niet kopen? Kamerbreed tapijt? Je bedoelt of ik leggende geld heb? Nou, nee. Nou ja, ik bedoel maar... Dan spaar even voor je, dat soort dingen. Oh. Daar heb ik niet bij stilgestaan. Nou, ik verdien wel lekker natuurlijk al. Maar ja, ik heb 3 kinderen in en kreeg wel een trommel mijn geld op je buik hangen, hoor. Het vliegt weg. En het uitzicht? Wat bedoel je? Nou, hier. In vergelijking met het jouwe. Ah, hier is natuurlijk veel mooier. Dit is een verstand. Dat kan ik niet opbrengen. Nee. Ik kijk tegen een blinde muur aan. Maar dat is altijd nog beter dan delen daar buren voor je neus. Mm-hmm. Maar ik zit hier maar te praten, maar dat kan niet. Hé, nee. Doe nog. Jawel, maar ik moet natuurlijk mijn uren schrijven. Nou, dat maakt niks uit. Ik schrijf gewoon een cheque uit. Wouter betaalt het wel. Ik zal eens eventjes de doos hier bekijken. 18 jaar is het. Nou moet Wouter ook in van die verschoten kleren gaan lopen. Van die gebleekte pakken. En zijn haar lang laten groeien. Hij loopt voor gek met dat kind. Geen gezicht. Dit heb ik nog nooit bij de hand gehad. Ja, de meeste gevallen van de SSC betreft loodgieters. Toiletten die verstopt zijn. Ja, daar hebben we het vaakst voor gebeld. De mensen donderen er van alles in. Ja, en 's nachts voor kleine brandjes. Omdat de brand zich alles kapot ramt en maar raak spuit. Ja, we mogen het niet doen natuurlijk, maar wij gebruiken schuim. Ja, en we repareren gelijk, dat is het voordeel. We gaven elkaar vroeger hele gekke naampjes. Wouter en ik. Dit vind ik eigenlijk het mooiste, hè. Een kleine knutselwerk. Ik wil vroeger horlogemaker worden. Knutselen en mijn vogels. Ja, dat is het voor mij wel. Heb je vogels? Jazeker, mevrouw. Nee, je zou me Liesbeth noemen. Doen we net of we elkaar al heel lang kennen. Was ik een momentje vergeten. Nou, een vogel lijkt me wel wat. Ik sta wel eens voor het raam, hè, om 1:00 of 4:00 s'morgens als ik niet kan slapen. Dan zie ik ze langs vliegen, dan denk ik, nou... Ik zou best een 30 minuten willen ruilen. Gewoon die vogel hier en ik daar. Mevrouw, ik bedoel Liesbeth natuurlijk. Daar gaat niks boven vogels. Ik fok, hè. Zangkanaris. Ah, ik heb er nou meer dan 30. Aanstaande zondag weer een tentoonstelling. Een paar keer in de prijzen gevallen. Ah, die van mij, die maken van die prachtige nummertjes. Hè.
weet wat ik er bevel van. Kijk eens even. Wat doet hij nou? Ik doe mijn peignoir open. Ja, dat zie je. Nou? Wat vind je? Ja. Beetje onverwacht, hè? Ik heb het over mijn zonnetjes, hè? En nou dit. Heb ik mooie benen? Of heb ik dat niet eerlijk zeggen? Ze mogen er zijn. Het ziet er allemaal erg prettig uit. Wat ga je? Van op het balkon zitten. Dat deed ik voor hem. Voor Wouter. Hij hield van een bruin lijf. Nou, ik mag het ook graag zien. Hè? Zal ik dan zo blijven zitten? Of mijn peignoir weer dicht doen? Laat de aandacht van het af, hè? Nee. U wilt toch dat ik hier speelboos van u voorheen? Met alles ging ik mee. Als hij er aardigheid in had dat ik er in intellectueel gezelschap wat hoerig uitzag, dan liep Liesbeth er als een snol bij. Leuk hoor. Als ik u was, zou ik me maar eens aankleden. Het is er de tijd voor nu, hè? Regels bij twee. Nee, ik maak wat lekkers voor je, hè? Blijf je eten? Nou, omdat je zo aandringt. Ik deed eigenlijk alles voor hem. Het bed, het was erg belangrijk voor hem. Ja, voor mij ook. Daarom zei ik dat van je tanden, daarnet. Lekker bijten in me. Maar eerst gaan we eten. Hè, Koos? Ik ben maar er wel eentje, hè? Ik pak een paar uitsmijters. Goed? Oh ja, en de radio. Die doet ook niks meer. Niks. Kijk ik ook even na. Goed, nou, ik ga bakken. Die is helemaal gek, is je mij vraagt. Geen ongeschikt, ik wil het niet. Maar wel mooi de vernieling in je jaagt. En een mooie kop met haar. Prettig onderwerp. Heel prettig. Maar de verhalen die de mens vertelt. Het zou gewoon eens hard aangepakt moeten worden. Keihard. Van scholen schoonmaken. Lange gangen dwalen en zo. Tch. Een mooie speeldoosie. Het mechanisme is nog helemaal intact. Ik kan er alleen een nieuw stukje hout om iemand te gooien. Eerst die radio maar eens bekijken. Deze jongen het nog maar een pilsie. Wat doe je nou? Schoen uit. Even op de bank liggen. Oh. Ja, je zei het zelf. Ik moest schat zeggen. En net toen ik thuis was. Pils. Oké. Lekker koud. Je bier komt zo uit de ijskast. Ah, het beste uit de oude lul. Een beetje werken. Een beetje uitrusten. Maar smijt ik je. Pilsje op zijn tijd. Dat is geen gekke meid. Eerlijk niet. Ja, gewoon een beetje door. Maar, neem jezelf niet aan. Maar wat zal die Wouter een kleine babbel zijn? Vroeger vast hopman geweest bij de pas van de rij. En dan het faamleer in het leger. Gestudeerd diep. Toch valt ze mij te op, gek. Zo, een pils. Ja. Zeg, zal ik bij je komen zitten?
Zie je, leuk. Wat een lekkere mond met tanden heb jij. Ja, moet zo. Proost. Je gaat zo gauw aan iemand hechten, hè? Ik denk dat hij er nooit wat van gesnapt heeft. Ja, je gaat aan iemand hechten. Dat is heel wat anders dan houden van. Je mist die kleinigheden. Bijvoorbeeld als hij stond te telefoneren. Dat beest. Dat kon hij zo mooi tekenen. En dan zei hij later, heb ik dat gemaakt? En dan was hij zo blij als een jongetje van 12 vogels. Dan kon ik hem wel opvreten, hè? Is nou het rottige van nieuwbouw, hè? Je kan geen vogels houden. Daarom zou ik van mijn leven niet in een flat willen wonen. Ik begon niet weten wat ik zonder mijn vogels moest. Toen ik werkloos was, heb ik een stuk of wat werk moeten doen. Want ja, ze kosten geld. Zeg, als ze gebeld wordt, dan doen we niet open. Mijn best. Zo. Hoe? Nou, zo. Rechtop. Rechtop gaan zitten, ja. Ben je daar bruin, zeg? Zal ik alles uitdoen? Dat kan altijd nog. Ik heb op bewegingstherapie gezeten. Hou jij je handen recht voor je uit? Ja, zo. En concentreer je nou helemaal op het bestaan van je handen, hè? Moet je er naar kijken? En dan doe je nou je ogen dicht. Ja, kijk zo, net als ik. Ach, doe nou. Ik drink lekker een pils. Nee, en dan moet je heel diep inademen en rechtop blijven zitten, zodat je helemaal bewust wordt van je bovenlichaam. Nee, je moet vooral rechtop blijven zitten. Dat is niet voor mij, dus. Na 3 maanden ben ik er ook afgegaan, hoor. Het werd er wel rustiger door. Weet je, hij wou geen kinderen. Ach, kinderen. Nou, voordat we trouwden had ik erover gefantaseerd. Ik wou zo graag een baby. Ik heb er 3. 2 jongens en een meid. Graag kinderen. En toen zei die zomer op een keer, ik wil geen kinderen. We moeten aan de maatschappij denken. Dan ging ik me allemaal uitleggen van die overbevolking en zo. Maar ja, met kinderen. Je vakantiegeld heb je bij lange na niet genoemd. Hm. Ik bedoel, ze willen alle 3 ook nog een week kamperen met een jeugdclub. Nou ja, hij zei het heel definitief. Ik wil geen kinderen. Het leek mij zo fantastisch, hè? Hier vlakbij is een park. Ik zag hem al wandelen. Zie je, en waar we op. Ja. Prachtig bruin, zeg. Ja, ik had het allemaal in mijn hoofd. Als ik mijn hand nou zou doen. Hm? En dan... Ik krijg er kippenvel van. En dit, kijk zo. Hé, wat doe je nou? Wat doe je nou, Koos? Je houdt toch zelf? Jawel, natuurlijk wel. Maar zo ineens. Mooi hoor. Heel mooi. Nee, niet doen. Niet doen dat. Wij kunnen het samen best fijn. Oh, wat ben jij sterk, zeg. Was het beginnen, hè? Zeg, was je dat al meteen van plan? Ja, nou, dit met mij. Bij de service, ik begreep. Koos, ik ben overkomen. Service. Doe toch voor jou? Jij wou toch zelf? Jawel. Maar wil jij ook wel? Of doe je het alleen om mij? Zachtjes bijten. Ja. Niet hard, hoor. Zeg, zo. Zeg, laten we naar de slaapkamer gaan. Ja, goed, doe maar. Je moet het vlug doen, hè? Zo vlug mogelijk en dan nog een keer. Ja. Dan heel langzaam. Zeg, misschien wil ik wel een kind van jou. Naar de slaapkamer. Heb jij zin? Ja, altijd. Het is verboden. Wat is verboden? Aanpappen met het cliënt. Oh ja? Ik kan het de zak voor krijgen. Kun je daar gemak voor je over hebben? Wat kan je ervoor krijgen? De zak. Ontslag. Misschien hou ik al van je. Mag ik op je rug? Een rijtje naar de slaapkamer. Dan ben ik je paard. Nou, spring maar op. Vrouw, jij bent mijn grote sterke paardenmens. Ik heb vroeger paard gereden, toen we geduld op zijn borden.
Was het goed? Niks vragen. Hoezo? Vraag dat uit maar. Dat u de reden zegt het ons, hebt u klachten, zegt het dan. Oh, nee. Andersom. Zo. Je moet je haar helemaal anders doen. Kijk meer naar beneden. Kijk, zo. Laat dan maar. Zeg, zullen we samen onder de douche gaan? Nog even rustig liggen. Het was fijn. Dat kun jij mooi rijden. Sigaretje. De bel? Ja, vooruit. Zal ik open doen? Even een sigaretje roken. Zie je dat ook zo leuk? Wat? Sigaretje roken, dan. Ik doe open. Ja. Je kan niet weten. Nee, best. Ik heb nog nooit zo goed gehad. Zeg, ga je dan aankleden? Doe dan. Ik weet niet wie er is. Kuisie, bij me komen. Hé, ja, vlug. Doe dan. Doe dan, dan ga ik open doen. Toma. Is je net rustig? Wat er even gebeurt. Ik kan het niet meer volgen. Koos snapt er geen moeder meer van. Ja, ze is in de war. Ze is helemaal in de war. Nou, dan zou ik best een kop koffie lusten. Om weer op de wereld terug te komen. Dag schat, ben je nog niet aangekleed? Nee, ik had geen zin. Is je wat van Wouter gehoord? Nee, niks. Zeg. Zeg nu hoor. Ik heb iemand op bezoek. Ik bedoel, hij gaat van zo weg hoor. Maar hij is er nou. Wie? Nou, vriend. Zeg, ga jij maar alvast in de huiskamer, hè? Ik kom zo. Ja, oké. Hé, ben je klaar? Hij schiet nou op. Wat ben je nou zenuwachtig? Ik wou je nou vertellen over die keer toen ik werkeloos was. Toen zou ik in een zaak komen. Nee, je moet direct weg. Ik heb bezoek. Ik wil dat je weg had, verdomme. Wat nou? Mijn vriendin is er. Je moet weg. Ik wil dat je weg had, onmiddellijk. Ja, jij bent stapel gek. Eerst zeg je dat. Ja, eerst was eerst. Je moet nu weg. En ga maar door het gangetje meteen naar buiten. Dat doe ik niet. Ja, jij moet even gewoon doen, troe. Mijn tassen staan in de kamer. En ja... Dan moet je ook nog afrekenen. Goed, ja. Dat kan natuurlijk niet. Hè. We zijn toch maar meer dan 2 uur voor je in de weer geweest. Gut, wat een toestand. Nou, niet zo paniekerig, mens. Ik ben binnen 5 minuten verdwenen. Ja. Leuk hoor. Ik doe op alle mogelijke manieren mijn best, niet raar. Gewoon omdat jij... Ja, kom dan maar mee. Goedemiddag. Dag. Zeg, Noor, dit is Koos. Oh. En dat is Noortje. Moet ik hem nog meenemen? Wat? Ja, die speeldoos. Ik zou hem toe repareren. Oh. Vriendenprijs. Nee, dat komt later wel. Weet je wel, zal ik het schap ook een beetje maken. Ja, ik heb die klok wel afgezet, maar alles bij elkaar was het al 2,5 uur, dacht je ook niet? Nou, ik weet het niet. Nou, ik zou maar 60 gulden rekenen, inclusief BTW. Ik maak wel even een bordje. Ja, dan schrijf ik wel even een check. De reparaties verricht voor mevrouw. Hoe heet uw vriendin? Weet u dat dan niet? De naam is mij van Schoten. Riesenbeek. Riesenbeek. Mooi uitzicht hier. Ja, heel mooi uitzicht. Zo, hoeveel is het? Reparaties gericht voor mevrouw Riesenbeek, tarief A. Ja, dat is het dagtarief. En dan hebben we verder nog tarief B, dat is het avondtarief. Misschien nog Jezus staan op. Hoeveel is het in totaal? Samen 60 gulden, zou ik al zeggen. En dan hebben we ook nog tarief C, dat is het nachttarief. Nou, zo alsjeblieft, hè. Ah, mooi. Nou, dan stel ik maar eens op, hè. Ja. Koos. Ik zal maar zeggen, goedemiddag, dames. En... Bij je probleemgevallen. U belt gerust SSC.
Wie was dat in godsnaam? Een kennis. En waarvoor moest je dan betalen? Is je van het gas of het licht? Nee, gewoon iemand die ik ken. En je moest betalen? Nou ja, hij had wat voor me gedaan. Een radio gerepareerd. Ik ken hem van vroeger. Beetje simpel, hè? Heb jij wat van hem gehoord? Van wie? Nou, van Wouter natuurlijk. Ik vroeg wat aan jou, liefste. Het komt omdat hij jou gebeld had. Om via jou wat te zeggen. Weet je wat jij moest doen? Nee. Jij moest er eens een paar weken tussenuit gaan. Naar de Canarische eilanden of zoiets. Gewoon een tijdje weggaan. Maar dan is er niemand thuis als hij misschien terugkomt. Als hij terugkomt. Nou, nu loopt hij maar een tijdje alleen in huis rond. Kan geen kwaad. Denk jij dat hij terugkomt? Binnen een maand. Zeg, vertel me nou eens. Wie was dat, die man van daarnet? Ach, iemand die ik aardig vond. Die lief voor me was. Ik had het gewoon nodig. Iemand die een beetje aandacht voor me had. Je hebt mij toch? Ik wist toch niet of jij zou komen? Ik had gebeld dat ik lang zou komen. Nee, misschien, zei je. Misschien. Annette, laat Wouter de pest krijgen. He? Je gaat gewoon met vakantie. Je moet niet hier blijven zitten treuren, dan word je gek. Je moet eruit. Die man van daarnet was wel erg aardig. Hij wou mijn speeldoosje repareren, gekke. Zo'n vreemde komt onverwachts binnen. Nou, en die heeft ineens gewoon de tijd om naar je te luisteren. Waarvoor moest je hem betalen? Toch niet een... Hij is van de een of andere servicedienst. Ik had eerst mijn dokter gebeld. Toen een of ander sociaal werker via zo'n noodlijn. Ach, vriendelijke mensen hoor. Maar je bent geen noodgeval. Dan moet je eens roepen. Ik ga springen of zoiets. Nou ja, dat kan ik niet. Ik wil helemaal niks bijzonders. Gewoon een beetje leuk leven. Nou ja. En toen dacht ik, wat zal ik nou eens doen? Toen belde je hem op. Waar kende je hem dan van? Maar ik kende hem helemaal niet. Huh? Hij kwam gewoon. Ik had een monteur besteld om wat te repareren. En toen kwam die liever. Wat zei hij nou ook alweer? Goosie bovenkomen. Nou ja, ik kan het niet nadoen. Ik heb nogal rottig tegen hem gedaan, geloof ik. Ach. Jawel. Ja, ik was helemaal zenuwachtig. En ik werkte hem de deur uit. Ik dacht dat jij met een boodschap van Wouter kwam. Zeg, verdomme, zou hij al weg zijn? Wat wou je dan? Nou, het goed maken. Wat goed maken? Die man heeft toch zijn geld gehad? Hij was ontzettend aardig en gewoon. Helemaal geen capsules en hij was... Ja, niks. Hij had zangvogels. Zangvogels? Ja, een hok, dat is een hobby. Zoals hij erover vertelde. Nee, zo lang weg. Ik zie ook helemaal geen bestelauto meer. En Lisbeth, kom nou tot jezelf. Heel gewoon tot jezelf komen, hè? Zeg tegen jezelf, ze kunnen me allemaal nog veel meer vertellen. Jawel, maar waarvoor leef je dan? Je moet toch zeker wat hebben voor te zorgen? Ik bedoel, ik ben toch zeker geen plant die maar staat staan? Ik moet toch wat hebben? Iedereen heeft toch iemand anders nodig, verdomme? Je moet gewoon naar de Canarische eilanden gaan. Hè? Lekker in de zon, bruin bakken. En dan die hele Wouter vergeten. Dat is het beste voor je gemoedsrust. Jij hebt makkelijk praten. Helemaal niet makkelijk praten. Probeer je te helpen, joh. Doe nog niet zo dwars. Hij wou een speeldoos maken. Dat bood hij zelf aan. Wie doet dat nou? Die man is natuurlijk getrouwd. Heeft een gezin met kinderen. Ga je nog geen illusies maken? Als ik hem nou eens aardig vind. Hij maakte me helemaal rustig totdat jij belde. Ik was alles vergeten. Ja, zo rustig had hij me al gemaakt. Alleen nog maar een hele verre pijn. Die vrouw van die noodlijn die vroeg, heeft u geen familie? Als zo'n familieleden verdomme iets voor je doen. Je moet er toch helemaal zelf uitkomen. Weet je wat we doen, Lisbeth? We gaan gezellig samen ergens een hapje eten. Nee, ik hoef helemaal niet te eten. Ik kan toch niks naar binnen krijgen. Ik heb in 3 dagen al niet gegeten. We gaan samen wat eten. Dan word je zo flauw, schat. En dan val je van de graad. Nou, kom. Trek je mantel aan en wegwezen, hè? Uit dit huis vandaag. Nou, goed dan. Ik ga wel mee.
Mel Service, correct. Zet u maar in. Is Koos daar? Kan hij komen? U spreekt met de SSC. Wat zijn uw klachten? Ik heb hem zomaar weggestuurd, Koos. En dan wil ik het eigenlijk graag goed maken. Ik bedoel, het spijt me dat ik hem zomaar heb weggestuurd. Mevrouw, voordat u verder gaat, ik denk dat u verkeerd verbonden bent. Wij zijn de SSC. Ja, dat klopt. Vanmorgen heb ik ook gebeld. En toen kwam een zekere Koos. Hij zal mijn speeldoos nog maken. Dat deed hij voor een vriendenprijs, zei hij. U heeft vanmorgen al een van onze mensen gehad. Bent u soms niet tevreden over de behandeling? Dan pak ik het klachtenboek erbij. Een momentje. Ja, mevrouw, zegt u het maar. Wat zijn de klachten? Ik word gek. Ik word gek hier. Alleen in huis. Ja, belt u dan een dokter, mevrouw? Nee, ik vraag alleen maar of Koos er is. Koos wie? Ik weet alleen dat hij Koos heet van zijn voornaam. Hij heeft mijn radio gerepareerd en ook mijn televisie en de kraan en alles. Tja, Koos. Ik denk dat u Van Beest bedoelt. Van Beest. Hij heeft vogels. Ja, dan moet u Van Beest hebben. Een momentje. Jongens, waar zit Van Beest? Oh, ja. Mevrouw, hij is momenteel op Parwei en daarna gaat hij meteen door naar huis. Hij heeft vandaag overuren gedraaid en morgen is hij vrij. Oh, dan bel ik hem thuis wel. Mag ik zijn nummer? Dat staat in het telefoonboek, mevrouw. Maar luistert u nou eens. Als u zo in de war bent, dan kan u beter een dokter bellen. Van Beest komt alleen maar voor reparatiewerkzaamheden. Hij heeft alleen zijn werk te doen en verder niks. Dat moeten we niet hebben. Praten? Ik wil met hem praten. Ja, dan gaat u dan morgen gezellig naar hem toe. Koffie drinken, hè? Nou, ik moet echt ophangen, want u blokkeert de lijn. Het is momenteel enorm druk. We krijgen de ellende van de hele stad binnen. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ba. B. Ba. B. 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 Beest. Beest. Van Beest. Ik bel hem op. Met mij? Wie? Met mij. Met Liesbeth van vanmiddag. Ik schaam me zo omdat ik zo in de war was vanmiddag. Toen mijn vriendin kwam. Zeg dan wat, Koos? Ja, dat moet ik zeggen. Ik zit hier alleen. Mijn vrouw is naar de avondgymnastiek. Mijn kinderen slapen. Ik zit te eten. Zeg, Koos. Kun je niet naar me toe komen? Ik ben moe. Ik heb de hele avond hard gewerkt. Tot een half uur geleden, snap je? Maar ik mis je zo. Ik bedoel, hoe zal ik het nou zeggen? Jij begrijpt me zo goed. Ik begrijp helemaal niks van je. Lig ik rustig een sigaretje te roken, maar de plotseling is de sodomieterij vertrekt. Ja, maar ik dacht... Ja, kijk, ik zit nou met mijn voeten in een tuintje met water. Ik heb morgen een vrije dag genomen om hier te behangen. Ik ga het kamertje van de kleine meid behangen. Maar het speeldoosje dan? Dat heeft al geen haast. Maar je zou het kunnen ophalen. Dat zou ik fijn vinden. Ja, wacht even. Mijn voeten was er al. Ik zit hier maar in mijn eentje, in dat grote huis. Zo, daar ben ik weer. Wou straks ook naar voetballen kijken. Komt straks voetballen op de tv. Nou, kom dan bij mij. Ik heb kleurentelevisie. Dan kun je het in kleur zien. Ja, dat is waar. Kleur is toch veel mooier, dat zei je toch ook zelf? Kleur is mooier. Maar dan verder geen gepraat, hè? Nee, ik zal niks zeggen. Alleen maar naar het voetballen kijken, samen. Met jou. Moet me nog scheren? Hè, nee, niet scheren. Kom nou. Ik moet ook nog even naar boven doen, naar mijn vogels. Zondag heb ik een tentoonstelling. Ja, waarom bel je haar? Nou, gewoon. Dat ik het zo fijn vind als ik je stem hoor. En vanmiddag dan? Er is een haast om me weg te werken. Oh, ook al komen er nou 100 vriendinnen. Jij blijft, hoor. Toch snap ik jou niet. Ik bedoel, ga lekker slapen. Nou, ik zet de televisie vast aan. Heb je nog sterke bijtanden, prins? Mijn vogels, ik moet ze voeren en zo. Ik vroeg, heb je nog sterke bijtanden? Nee, nou even serieus. Ik moet nog naar boven naar mijn vogels. En een tijdje naar ze koekeloeren. Wat? Koekeloeren, vogels bekijken en zo. Maar je komt, hè? Zal wel zien. Eerst naar mijn vogels, die hebben recht op me. Ik toch ook, prins? Zeg maar Koos, hoor. Doe maar gewoon. Ik zet de televisie vast aan. Ja, prima. Ik ga nou naar boven. Kom je dan gauw, prins? Morgen is alles anders. Bedden? Ik wacht op je, hoor. Iedereen laat me mooi verrekken, maar jij niet. Nou, ik hang op. De andere voet uitrollen.
Ik doe de televisie vast aan. En ik zet het glas klaar. Voor je pils. Ja, daar. Hij komt. Hij komt. Ik zet de televisie aan. Ja, ik ga vast kijken. Ik heb nog nooit naar voetballen gekeken. Ik ga op de bank liggen tot hij komt. Hij zal zo wel hier zijn. Ik ben toch geen plant die maar staat te staan, was een spel van Dick Walda. Liesbeth werd gespeeld door Els Gerjon, Koos door Peter Arians, Noortje door Gerry Mantel en de chef door Jan Verkoeren. Regie Ab Leupler.